Zo'n dikke SO met de poëet, schrijver, kinderboekenschrijver, auteur Marc de Bel. Weet je wat nog gekker is? Het is Marc de Bel die zelf de naam, de nieuwe naam van deze parochie heeft gekozen, van deze gemeente. Dus ik zei, Kruishoutum is gefusioneerd met Zinchem en dat heet nu Kruishem. En Kruishem was de plaatsnaam in het boek waar Marc de Bel altijd over schreef. Alle avonturen vonden zich plaats bij hem thuis en dat was in Kruishem. Gek toch? Je verbeelding wordt realiteit hier in Kruishoutum, in Kruishem. Wesh. Daar, die grote kerk die eigenlijk op een rond punt staat. Je rijdt hier zo dicht bij de kerk op dat je er nooit naar kan kijken. Maar ik, Sébien, kan ervan genieten. Het is geen mooie kerk, maar ze is gigantisch. Het lijkt wel op de grootte van de Sint-Hermeskerk van ons. Voor de mensen die hier naar het bos willen gaan, die een beetje natuur willen zien buiten de leien, zijn altijd welkom in het Lozerbos, een goede 10 minuten van hier. En ik zei het jullie, de kippenstad, de kippetjes, de peekjes. Elke kubieke meter woonkwaliteit. En zelfs hier is de urbex al real. Oh ja, daar houden wij dus van. Dat is een mooi teken, feit van urbex. Dat is een volgedouwen. Dat is een volgedooie brievenbus met oude krantenpapieren, oude magazines die bijna versnipperen. En het is link één blok gruis, één blok dust, één blok vervuiling. Één blok afval. Me like hier, de compacticiteit hiervan. Rond de kerk. Ik doe telkens mijn geluksronde rond elke parochie. Maar ik neem het nog niet echt waar op de views, la famille. Maar geduld doet deugd. Geduld roest. Rust roest. Ja, nee, ik mag niet rusten. Ik moet doorgaan. Dat is volgens mij ja, een staatsschool. Het eerste stadsschooltje, dorpsschooltje. En Tromi is some names, bro. Wie kennen jullie, een bekende Vlaming, uit Kruishoutum? Grenzend aan het kerkhof. Het zijn oorlogsgraven, prachtig. Mausoleum. Ik even stil zijn. Respect. Tjallas, ik ben weg. Kraanverhuur. Ze hebben een kraan moeten huren om deze karwei te kunnen doen. Check eens aan. De Schnor, de Alpha verhuurbedrijf. Bosch. Ah, ouais. C'est eux qui font ça, les églises. C'est leur spécialité. En hier de kooi met zijn kooiaap. Vinden jullie het een toffe naam, Kruisen? Ik niet. Ik niet, man. Ik vond Kruishoutum beter. Kruishoutum. Hout. Rustiek. Kruis. Christelijk. Weet je, als er een 5 was die plaatsvond hier in Kruishoutum, dan schreven ze X-Houtum. Dat is gangster toch? X-Houtum. Oké, okay, bye bye. Kruishoutum Center. Wij gaan even naar... Hoe heet dat? Het casino? Nee. Wij gaan even naar... Oh. Het is de tijd van de grote spiders. Dus dat mag je niet onderschatten voor de mensen die nu gaan urbexen. Kijk hier ook, je hebt ze overal. Klein maar super compact. Wesh. Thank you for the urban view. Ingangzaal. En dan nog een zaal, de Volksbond. Jeez bro, je voelt gewoon de jaren 90 hier hangen. De sigarettengeur. De geur van het begin van VTM. Van VRT. Van Jambers. Kijk. Dingri. Het begint ondertussen weer te regenen. De koeltechniek van Ben Stevens. Not for you, man. Oké, is daar een andere entry? Probeer alles, zou ik zeggen. Ja, de toiletten, ja, dat gaan ze niet verder brengen dan de toiletten ook. Dus ik ga die moeite niet doen. Hier beveiligt Spider-Man het Peter Parker. Het is raar, ze hebben het gebarricadeerd van binnen. Dus dat ze bang zijn dat we gaan moven. Houd de spin in de gaten en wees loesoe.
Wat een fenomeen. Als ik hoor hier geluiden van elke kant. Kijk, daar voor ons hebben we het gemeentehuis. XM. Kruishoutem, kijk, ik bedoel dat al. Het frietparadijs. Staat hier al jaren ook. Ik weet niet, ik wil gewoon nog één ding meegeven voor de chiller, voor de challaman. Smoke niet voor je de weg op gaat. Politiecontrole, die zijn altijd paraat. Kijk, en dit is een glitch. Moet je plassen, is dat je lot? Hier heb je de glitch. Gratis toilettos. Heb je koud, heb je het kil? Voor je spiritueel worden? Kom dan hier. In het huis van God. Stilte. Het is hier stil, het is hier kalm. Ik geniet van het klokkenspel. Maar toch heb ik het gevoel dat ik hier nooit alleen ben. Ik hoor gezangen in de achtergrond. Ik hoor de klok uit de klokkentoren. Wauw. Deze kerk is Mastanama. Deze kerk is Mastanama. Wide angle. Beautiful, all those colors. De kleuren zijn uniek hier. Net als de vlaggen. We zien in elke kerk. Het lijkt wel een kerk van de kruistochten. Een overblijfsel. Een overwinningskerk. Een Vlaamse vierkerk. Het licht in is niet perfect. En kijk, en ik zou kunnen mijn grenzen overtreden. Ik zou kunnen hier op dit altaar klimmen. Ik zou kunnen de doorgang negeren. En gewoon, ja, gek doen hier. Unieke content maken, maar dat doen we niet. That's not the way. Zo willen we niet herkend worden, zo willen we niet doen. Het is allemaal voorbehouden en kijk. In het huis van God kan je dus ook je tas vergeten. Maar je tas zal niet gestolen worden. En dat is zo raar. Mensen stelen altijd op dezelfde plaats. Altijd aan stationspleinen, grote markten. En dan slapen ze onder een brug, op een bank, in het station, in een ATM-bank zelf. Dan heb je de kerk waar het altijd warm is, waar het vredig is, waar het rustig en proper is. Het enige dat je hier niet hebt is eten, tenzij je de hostiekast vindt en de wijn. Maar zelf hier, ik kan hier alles achterlaten. Ik zou kunnen zeggen van, ik laat hier mijn telefoon achter, maar dat kan ik niet meer filmen natuurlijk. De kerk, wesh. Raar toch? Nee. C'est une dinguerie, la famille. L'église royale. Kijk, ik ben skeer. Daarom vraag ik abonneer voor meer. Maar ik ben zelf zo skeer dat ik de vergeten chacos negeer. Ik heb er zelf niet in geobserveerd. Ik was nieuwsgierig. Ik wou weten, van, zit er veel doek in? Laat ik veel aan mijn neus voorbij liggen. Misschien wel 1000 euro. En gouden sieraden. Wesh, dat kan ik wel gebruiken, man. De kerk. Wesh, de lijn. Hoe heb ik dit kunnen negeren, broer? Ik heb dit rondpunt al honderden keren gezien. In de Eierstad. Maar kijk eens aan. Het is letterlijk een ei die op handen wordt gedragen. En die dan wordt uitgespoten. Waardoor er een nieuw ei uit ontstaat. Dus wie is er eerder, de kip of het ei? Dat is niet de hamvraag hier. Zeker niet de hamvraag. De hamvraag is van, wie was er het eerst? Het ei of het ei? Het ei in het ei. Ei. Sheesh. Ik zie de mensen veel... Ik kan goed lip lezen, man. Ik kan uw adlib lezen van de mensen die denken, wat is Dien door een film? En dan zeg ik van, misschien tamer. Misschien tamer. Wesh, normaal ben ik niet zo arrogant. Ik ben het ook beu, man. Altijd diezelfde commentaren. Hoeveel verdiende er al mee? We zijn aan het filmen. Zijn mij aan het filmen. Maar wat denken jullie dat ik jullie wil filmen, Azebi? Kijk. Bon. Gedaan. Gedaan met de urbanisme. We gaan naar het complex. Het simplex, het sportcomplex, het atletisme piste. Waar ik vroeger echt veel heb meegemaakt, man. Ik weet niet als ik jullie het verhaal ga vertellen. Maar ik ga eens mijn paraplu meenemen. Ze hebben een nieuw plein met een historische eiermarkt. Wesh. Kijk, dit was de eerste eierkoningin. Maar daar ben ik blij dat ik nu leef. Dat is echt mijn type niet. De eierreuzen, de eierfeesten. En kijk, zelf koning Boudewijn. Onze koning kwam naar die eiermarkt. Maar Bretta, wat is er zo speciaal aan die eiermarkt? Ik snap het niet. Heb je zoveel verschillende eieren?
Moest er nu een fruitmarkt zijn? Ja, je hebt zeker honderden fruiten, maar eieren? Heb je rotte eieren? Je hebt hardgekookte, vastgekookte eieren? Wie dan nou, bro? Wie dan nou, bro? Die kerk steekt zo uit. Wee! Oké, bon, nu moeten we in een nostalgische modus komen. Geklameerd. Wesh. Deze plaats heeft voor mij geschiedenis. Dit is niet meer Kruiswater, dit is al Nokere. Nokere met zijn fameuze sportzaal. Waar weinig mensen kunnen aan onderdoen. Oh man toch. Man dem bouws. Man dem lost. Man dem never get caught with a gun. Broekenhuis. Fuck man. Sporthal. Ah, Kruishouten nog uit het goede hout gesneden. De vraag van vandaag, La Famille. Kijk eens, vraagje voor jullie. De rubriek. Waar sta ik? Onder een verlaten brug. Op een uithoek, een verlaten plekje. Hier staat de dealer, klaar om zijn substantie te verdelen. Drugs. Maar deze keer geen drugs om te snuiven, om te roken. Het is voor de sportieve man. Bruh, want some roids? Hier verkopen we de roids. Onder een skere brug hier, op het sportterrein. Geen assi, geen weri en geen baira. Enkel de meest pure anabolen en steroïden om intramusculair in je spieren te spuiten. In je maximus gluteus. Bam. Nee, ik zat maar te lullen, man. Maar geef toe, dit brugje is aan. Het is wel een heel mooie Finse piste. We staan hier op het sportterrein van Nokere, KVC, Kruishouten, waar de Kaliëzen, de Giro, iedereen, man. En de Finse piste is echt wel leuk, waar je hebt obstakels, hinderlagen, hingstappen. Wauw, het is een linker vikingrun. En daar heb je Teletubby-achtige bergen, met de Lego bricks. Ja, de dealersbrug. Typerend aan zijn lege flesje Aquarius. Geen Maas of Carapils deze keer. Je hebt ook sportmarginalen. Kun je niet even rotten wat we zijn opgemerkt? Wat ik echt vreemd vind is van, ik weet niet of jullie weten, maar ik werk in een verhuurbedrijf. En in dat verhuurbedrijf is een school. Nee, ik weet niet, maar wat dat dit is, de brandweer. Walperbaas. Wesh. Wat zou dit gebouw zijn? Ambulance, personeel, officier van dienst. Is dan gewoon de brandweer? Maar kijk jongens, wat ik niet begrijp. Zo heeft deze apotheose nog een leuke twist. Ik heb dit gezien van de andere kant. Ja, we gaan het zien, man. Kijk, ik werk in dit verhuurbedrijf. En deze aanhangwagen, deze koelaanhangwagen, zijn wel weken kwijt. Ik moet eens open. Ik moet misschien weggaan. Rijd er niet fokken met de brandweer. Dat staat er niet duidelijk op ook. Ik dacht dat het een skorrel was. Raar, man. Wauw. We gaan eruit dat hij hier in de KDJ van Kruishouten. Prachtig. Maar die man is hier aan het opvullen. Oh nee, die is daar. Shit. Die man weet niet wat hij moet doen. Moet hij gaan of moet hij stoppen? Ik was net aan het inbreken in zijn lokale kalier. Je had me niet verwacht. Ik denk dat die man me nu even gaat achtervolgen. Ondertussen is het zwaar beginnen stortregenen. Kijk, herfst. De bladeren die vallen. Dan heb je zo'n bladerkooi. Maar ze hebben de bedoeling hier er niet goed van begrepen.
Wesh. Het zijn de laatste. De laatste in België. Geniet ervan. Laatste suggestiekans. Er is enkel nog woensdag, zaterdag en zondag. 3 shooting days. Dus het is voor de rappen. De vroege vogels. Just let me know, bro. Abonneer voor meer. Want ik ben skeer. Ik ga toch skeer naar Thailand. Dus het is niet erg om skeer te zijn. Blijf gewoon doorgaan in je leven en pluk die dag. Pluk hem.